Wie is Joey Pelupessi? Ik ben Joey Pelupessi, ik ben 19 jaar. Ik woon in Nijverdal. Speel bij FC Twente, zoals jullie weten. Heb ik mijn hele jeugd ook gespeeld vanaf mijn 11e. Ben begonnen bij SVVN en nu speel ik in het eerste van FC Twente. Geweldig, in Nijverdalen wat je ook zegt. Je hebt het hoogst behaalbare eigenlijk wel bereikt. Hè? Je speelt bij een professionele voetbalclub. Hoe komt dat eigenlijk aan bij je? Want het is al wel een jongensdroom. Ja, het is zeker een jongensdroom. Zoals ik net al zei, ik ben hier begonnen vanaf mijn 11e. En ja, dan als je nu in het eerste mag spelen, ja, dan voelt dat gewoon als een beloning. En zo komt dat ook echt binnen. En dat is waarvoor je het hebt gedaan. En ja, ik heb nu het eerste bereik, maar ik moet nog wel wat stappen maken om in de basis te komen natuurlijk. 23 februari bij Heerenveen. Kun je nog even terughalen, dat moment je Eredivisie debuut? Ja, dat was geweldig natuurlijk. Je hoort een dag of twee van tevoren dat je in de basis gaat beginnen. Op mijn favoriete positie op het middenveld. En is het geweldig dat je dan zo'n mooie wedstrijd mag spelen tegen een Heerenveen wat een beetje in de problemen zat. Maar gewoon een mooie wedstrijd om je debuut voor te maken. Denk je dat het voor jou gunstig is, nu het wat onrustig is bij de club, McLaren vertrokken, om toch even wat extra in de picture te kunnen komen voor die basisplaats bij het eerste? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat je gewoon altijd moet laten zien welke trainer er ook voor staat en hoe de situatie is. Maar er zijn altijd wisselingen en als er een andere trainer komt, dan kan er zomaar een plekje vrijkomen. Wat verwacht je zelf van de laatste 9 competitiewedstrijden? De laatste 9 competities. Ja, we zijn natuurlijk een andere weg ingeslagen. De trainer is weg en nu moeten we gewoon doorgaan waarmee we bezig waren. En ik denk dat we die weg gewoon moeten volgen en we moeten niks anders doen. We moeten gewoon blijven doorgaan. Alleen we moeten wel een tandje erbij. En ik denk dat we gewoon snakken naar 3 punten. Ja, 9 punten achter. Maar ja, in deze competitie is alles mogelijk. Geloof je er nog een klein beetje? Tuurlijk, je moet er altijd in geloven. En zoals je net zelf zegt, alles is mogelijk in deze competitie. Maar we moeten ons eerst maar eens focussen op de aankomende wedstrijd. En van daaruit moet je verder kijken, denk ik. Wat hoop je zelf nog te bereiken dit jaar en uiteraard een beetje verder kijken dan dit seizoen? Ja, natuurlijk. Ik ben nu mooi aangesloten bij het eerste en ik pak regelmatig wat minuten mee. En ik hoop gewoon zoveel mogelijk minuten mee te pakken en gewoon door te gaan waarmee ik mee bezig ben. En dan kijk ik het voor het nieuwe seizoen wel weer verder. Okay, dankjewel. Graag gedaan.